De politie van Groningen is op zoek naar getuigen van een gewapende beroving die woensdag is gepleegd op de Regattaweg in de stad. Een 23-jarige stadjer werd vroeg in de avond beroofd van zijn auto, mobiele telefoon en portemonnee. Daarbij werd hij bedreigd met een vuurwapen. Het is een 23-jarige man uit Groningen. Die is overvallen door twee andere mannen. Dat ging onder gebruik van een vuurwapen. En daarbij zijn zijn auto, zijn portemonnee en zijn mobiele telefoon afgenomen. Hoe is dat precies gebeurd? De man die wilde daar in zijn auto stappen. Op dat moment werd hij gedwongen met een vuurwapen om weer uit te stappen. Hij werd ontdaan van inderdaad zijn portemonnee en zijn mobiele telefoon. En de dader die stapte in de auto en is er vandoor gegaan. Na de roof zijn de twee daders er vandoor gegaan met twee auto's. Een donkerkleurige Rover van de dader zelf en de auto van het slachtoffer. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets van de beroving hebben gezien. Zo zou er op het moment van de beroving een persoon zijn of haar witte hond hebben uitgelaten bij het water nabij de Regattaweg. Ook zou een blanke man op de fiets in de buurt hebben rondgereden. Het gaat dus om twee mannen. De een met een licht getinte huidskleur, de ander met een donker getinte huidskleur. Allebei een vrij stevig postuur. En de dader met het licht getinte huidskleur die heeft ook gouden voortanden. Dus dat is op zich een opvallend kenmerk. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met het roofcoördinatieteam van de politie Groningen. Of te bellen met het landelijke nummer 0900 8844.